Want ik dacht, ik heb geen file, maar er is wel file. Weet je? En ik ben al sowieso iets al te laat. Maar kom goed. Ik hoop niet dat het druk is, man. Want vanwege vakantie kan het wat drukker zijn op Schiphol. Ik hoop het niet. Ik heb wel ingecheckt al. Maar ik heb een koffer dit keer, dus ja. Dat maakt het incheck ook niet zoveel uit. Ik ga gewoon voordringen, anders. Wat vind je van mijn wimpers? 3D lesjes. Mama, nu bij moet Mandy. Je even, nu she was haar. Nee, mama, hoor. Zo blij, ik heb niks te plakken. Ja, wat heb je gedaan? Ik toen ik klein was, mama. Zo schattig was je daar, hè? Ik zit allemaal filmpjes te kijken. Mama, kijk, deze moet je ook echt zien. Zo, we zijn er. Yo, peace. We gaan ook filmen als we op vakantie zijn, oké? We gaan nu eventjes, ik heb een opdracht gekregen van mijn zus. We gaan nu eventjes iets halen, zoeken bij Rituals. Even kijken waar dat is. We gaan zoeken iets voor tante Cilia. Tante Cilia, maar tante Cilia, je mag niet kijken wat voor cadeau we gaan doen, hoor. Ogen dicht. En morgen, vandaag zijn we al daar, oké? Okay? Gaan we het aan je geven, oké? Okay? Kijk hoe mooi! Prachtig, ja. Hoor, kijk! Zo, is aardig droog.
Dat is echt druk. Het ziet echt super gezellig uit voor kinderen. Echt heel leuk. Oké. Abby. Oké. Guys, nu jullie moeten zeggen als ik het doe. Oké, ga dan. 1, 2, 3. Hoe ga ik je geven dan? Waar gaan we naartoe? Naar Pillenland. Naar Snoepland. Naar Voorstensland. Snoepland? Zo, we gaan even naar de mall zonder kinderen. Dat is ook wel eens lekker. We zijn bij papa. En bij Abby's oompie dan. Dan ben ik even met mijn zus gaan we even de mall in. Even shoppen. We hebben 2 uurtjes met de tijd. En dan gaan we weer eten. Ze zijn echt aan te kijken wat doe je. Ja, het is echt heel heet hier beneden. Dus ik ga even kijken wat voor winkels ze hier hebben. Ik ben benieuwd. Zo, we zijn net klaar met shoppen. Oh, het is zo warm. En we zijn wel geslaagd met Pop weer. En we zijn nu uit eten. Vis aan het water, maar het is super druk hier. En ik een bijtje met Pop. Yummy. Ja. En de kindje lekker aan het tekenen. Dat is een half daar. Een was met 2 handen. We zijn lekker aan het tekenen. Oh, stroom is uitgevallen. Met een kaarsje. Stroom is uitgevallen. Ik heb wel beter licht. Oh, ja, het is weer aan. Het is weer aan. Proost. Oh, proost. Met 2 handen. Proost. Op de lieve kinderen. En ik ga denk ik pasta met garnalen nemen. Deep sea, the texture of the meat is really similar to the lobster. So very very meaty. Kijk, okay. We have sea bass, very white meat, tender. It's a little bit bony, but you don't have to worry, we're gonna fillet the fish for you. Then I have black spot sea bream, fish for 3 persons, the last one I have. Okay. Exactly the same as sea bass. Okay. Very white, tender, little bit bony. Yeah.
Then I have silver bream. Silver bream is a local fish we call sarb. Meaty as well, not so meaty like this, but it's meaty. And that I have for all of you. If you like. Spaghetti! It is bon appetit! Salam! Volgende! Hij zit goed bij ons! Ik ben met mijn tante, zij is een zangeres. En vinden jullie dit lekker? Ik denk het niet. Nee, hè? Dit. Kom maar zo. Een hele grote. Kajsa, kom eens hier. Licht uit. Licht uit, serieus. De licht gaat elke keer uit, hoor. De negende keer nog. Eén keer en dan heb ik. What a nice hair do you have? Thank you. Really, really nice hair. Thank you. Kijk eens. Dank je wel. Thank you. Obrigado. Thank you. Doei. Good morning. En we zijn vandaag bij. Neem jij die tas? Aqualand. Echt een kindervakantie. Pretpark, pretpark, speelpark. En ik hou niet van water, hè. Goede combinatie. Oh my god, mijn zus lacht me de hele tijd uit. Ja, mijn haar mag niet nat worden, toch? Maar we zijn dus nu bij Aqua. Vergeet die tas niet. Nee, vergeet het niet. Aqualand. Ja. Zwembad en Aqualand met mijn nichtje. Wacht. Met mijn nichtje. Met mijn nicht. En niet zo dichtbij. Kom maar naar een handje. En mijn tante. En ik ben met mijn tante en mijn moeder en pap en met mijn oom. Mooi, hè? En 1, 2, 3, 4. Zo ziet het eruit. 5, 3, 4. En ik heb ook een. Zal ik hem even openmaken? Ja. Ik heb ook. Zie je? En allemaal verschillende rijden. En het is een. Wacht. Wil je naartoe rijden? Ik kan je ook op je telefoon. Waar? En dan kan je dit ook doen. Kijk. Hier zo. En dan naar dit. Kan je allemaal doen. Ja, de zon gaat toch draaien. En dat is super leuk. En hier waren we geweest. Dat is het probleem. En hier is het waterpark. Kijk. Niet dat, maar dat is ongeveer ergens. Daar zie je de glijbaan al. Daar zo. En dan kom je in het zwembad terecht. Maar dat gaat super koud hier. En opa Charmaine, die is nu terug naar Nederland gegaan. Die is van deze glijbaan afgegaan. Meisjes kunnen even opstaan. En ja. En mijn moeder en Charmaine, de oppas, en mijn vader zijn ook van deze gegaan. En dit is van die bootjes waar je dan gaat. Glijden van de glijbaan. Super hard ga je dan. Je moet vier nemen. Dit is het golfbad. Daar komen allemaal golven. Maar duurt dat even? Nee.
Wat ga je doen? Ik ga nu van de glijbaan. Ik ga wel van de glijbaan, dus doei! Die gaat van een waterglijbaan af. Ik zie er boven. Nou, ik ben benieuwd of ze het durft. Ik vind het zelf wel een beetje eng rijden. Wel stoer als ze het doet. Ik ga het filmen. Ik zie ze daar boven staan. Ik ben benieuwd of ze gaat. Gaat ze hoor. Ik ben zo benieuwd. Oh my god, ik vind het echt eng. Zo. Oh my god. Kijk ze daar. Woe! Wow. Wat goed zeg! Wat stoer zijn jullie! Yay! Nog een keer! Nog een keer! Die daar aankomen. Wil je grappig doen? Je kan gewoon staan! Ben het open? Ja. De rest die is daar. Ik was net nog van de glijbaan afgegaan. Ik heb een colaatje voor je. Meegenomen. We zijn ja, maar net gekomen. Het is echt heel koud. We zijn net aangekomen hier. Nee. Ijskoud. Echt ijs? Ja. Nog. Nee, maar mop, het is echt. Dit moet, ja, moet echt ijs. Echt, ik ga zo ijsblokjes halen, dankjewel. Mama, mag ik een ijsje? Mag ik eens een speur? Dank je. Oké. Maar niet een broodje opgegeten nu, hè? Ja, ik ga straks weer zwemmen en hallo. Wil je die even opeten dan? Nee. Dan krijg je straks geen ijsje, we hebben alleen maar snoep. Daarom is het zo'n snoep. Dat is een lichtje en... Kijk nou hoeveel je van je broodje pindakaas, niet eens de helft. Dat is heel normaal eten, ijs, maar niet eens de helft. Hallo. Zo, we zijn net lekker gedoucht en ze is wel moe eigenlijk, maar we gaan lekker uit eten, want het is even, morgen gaan we weer terug, ja. We gaan uit eten, even kijken, dat weet ik eigenlijk niet, is mijn outfit, ik ben wel best wel bruin hè jongens, echt, ik ben zo blij, ik heb even de zon gebruikt, want dan blijft je kleur beter zitten, wist ik helemaal niet, maar dan blijft dus je kleur beter zitten. Even een stukje lopen. Het is nog super lekker weer natuurlijk. Isa. Restaurant. Salam, we hebben gisteren salam gegeten. Weet je nog wat er is gebeurd? Ik ga een blaadje eten, Abby. Ja. Zout. Ga je eten? Niet doen. Salade. Papa, wat is zout? Cheeseburger, patat en salade. Lamskoteletje. Even weer pauze. Nee, want die zijn van. Abby, heb je eten al gegeten? Nee, maar. Wacht even, maar die meneer nog even. Mama. Thank you very much. Mama, wat eet jij dan?
Portuguese style, Portuguese style steak. Zo, dit is onze laatste dag hier in Portugal. Abby geniet er nog van, onze mermaid. Kijk hier, onze mermaidians. Abby, ga je die opduiken? Ja. Oké. Perfect. Ga dan. Zoeken waar. Eén. Onze mermaids. We hebben gewoon mermaids. In plaats van vissen hebben we mermaids in de pool. Hoe cool is dat? Hé, pas op. Grote vis. We zijn nu op de airport en we zijn echt in een super leuk winkeltje gekomen. Met allemaal positieve quote dingen en zo. Kijk. Echt super leuk. Follow your dreams, never stop dreaming. Super leuk. Hier zo van die boekjes. Kijk, dus ik dacht, ik wil een boekje. Kijk wat ik via deze heb genomen. Heel vaak dan wil ik ideeën. Ik heb zoveel ideeën altijd. Wat is dat? Eeuw. Heel vaak heb ik heel veel ideeën en dan gewoon in mijn hoofd en dan wil ik ze omschrijven. Dus ik dacht, oh, dat is wel een leuk boekje. Een klein boekje, Think Positive. Ik hou echt wel iemand die positief denkt, vind ik zelf. Oké. Okay. En grappig van dit is, dus ik vroeg even wat ze twijfelen van... Wacht even. Ze twijfelen tussen... oh, die heb ik niet eens gekozen. Tussen Don't Stop Dreaming of Think Positive. Maar ik ben niet echt een dromer, ik ben meer iemand die het gelijk doet. Dus toen dacht ik, toen zei ik, Abby, welke moet ik doen? Zij is gelijk deze. En het grappige is, ik ben natuurlijk hier bij mijn zus nu. En bij de vorige vakantie had mijn zus een beker gehad, een familiebeker. Met dit plaatje erop. Dus dat is toch apart? Dus dit moet hem gewoon worden. Ik ga er ook even haar kopen. Dus precies, ik laat het wel weer thuis. Er is een beker, als die warm wordt, komt dit plaatje naar buiten. Het is eigenlijk een soort van family tree. Dus het is echt super leuk. Dus deze wordt hem. En ik koop hem ook eentje voor haar. En ik heb er nog eentje voor vriendin gekocht. Maar die vond ik ook super leuk. Dream it, believe it, achieve it. Die vond ik ook cool. Maar ik vond gewoon als symbolisch dat ik hier bij mijn zus ben. En dat doe ik deze. Want dat was ook mijn eerste keuze. Dus dan moet altijd voor je eerste keuze gaan. Dus die ga ik doen. Wat is er, Abby? Oké, kijk. Ja. Kijk. Ze hebben elke ding hier. Ja. Welke ga je doen? Zou ik deze nou doen of zo'n tasje? Ja, maar ik denk dat het wel leuk is voor om in vliegtuig iets te maken voor jezelf. Wat is dit? Hé, dit is een kookschort. Dat is ook leuk als we gaan koken. Of het zou doen. Dat is ook wel leuk, music. Misschien voor Imani ook. Nee? Want hun houden toch van muziek? Dat is ook wel leuk, hè? Vinden jullie deze leuk? Nee, maar zullen we dit doen? Dan kan je tekenen lekker zometeen in het vliegtuig. Nee, ik wil een klein. Huh? Ik wil iets uit. Ja, maar die is zo klein. Kijk die. Ze hebben te veel dingen hier. Nou, we gaan zo meteen kijken wat het is geworden. Kijk hoe leuk die knuffeltjes dan. Eigen knuffel tekenen. Ja, die wil ik. Waar? Waar? Echt leuke dingen. Hey guys, ik moest deze vlog nog afsluiten. Nou, het was echt top in Portugal. Echt een superleuke kindervakantie. Zoals jullie konden zien, water, pretpark, zwembaden. Ik heeft naar de zin gehad. Ik ben best wel bruin nog, best wel blij. Ik hoop dat het een beetje blijft zitten. Dus ik had als tip gekregen om Eftersun te gebruiken. En je hebt ook Eftersun dat dan nog 30 dagen verlengt. Dat ga ik even uitproberen de volgende keer. Maar meestal na een week straf. Dus ik ga, als het eraf gaat, bijna even eerst naar de zonnebank. En de eerstvolgende vakantie ga ik een Eftersun gebruiken. Want ik wil dat mijn kleurtje op blijft zien. Er wordt gezonder uit. Ik begin mijn kuppen zo nodig. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende vlog.